Voorzitter, geachte leden, dit is de vierde jaarreden die ik als regeringsleider hier presenteer. En met z'n allen zijn we 3 jaar ouder en ik hoop met z'n allen ook 3 jaar wijzer te zijn geworden. 3 jaren van ups en downs, voor sommigen meer downs dan ups. 3 jaren die ons ook belangrijke lessen hebben geleerd. De belangrijkste les, meneer de voorzitter, is dat we te optimistisch zijn geweest over het tempo waarin we zaken konden rechtzetten. En laat ik beperken tot mijzelf. Misschien ben ik ook te optimistisch geweest over het tempo waarin we fundamenteel ons spoor de zaken weer op spoor konden zetten. Misschien ben ik ook te optimistisch geweest over de slagkracht van onze coalitie. En we hebben ons misschien ook onvoldoende gerealiseerd dat agendas in werkelijkheid niet synchroon liepen. Terwijl we dachten goede afspraken te hebben gemaakt middels het regeerakkoord. Voorzitter, ik zeg dit niet als excuus, maar om de context te schetsen waar we vandaag staan en waar we naartoe gaan. En waar we staan, voorzitter, dames en heren, leden van de Nationale Assemblée, is bijzonder belangrijk ook vandaag vast te stellen, maar ook waar we naartoe gaan. Waar we staan is betrekkelijk eenvoudig. Macro-economisch staan we er goed voor. Voorzitter, heel goed zelfs. Maar op micro-economisch gebied moet die goede ontwikkeling nog goed tot haar recht komen. De samenleving, ja, voorzitter, heeft een hele hoge prijs betaald voor de beheersing van die crisis. Bepaalde groepen zijn onder de armoedegrens gekomen en velen plukken nog steeds niet de vruchten van ons toekomstgericht beleid om de economie fundamenteel recht te trekken. En meneer de voorzitter, ik ben mij bewust van de pijn die de hervormingsmaatregelen hebben gebracht en nog even zullen brengen. Ik sluit mijn ogen daar niet voor. Anders dan heel wat personen, ik wil ze geen tegenstanders noemen, maar wel op social media beweren dat deze president nog steeds die gewone man is van Lelydorp, voor Koffie Jongpo. Dezelfde gewone jongeman die weet waar hij vandaan is gekomen. Voorzitter, ik zie en hoor en voel wat mensen meemaken. En ik loop ook niet weg voor die pijn, die klachten en die frustraties. Ik neem die verantwoordelijkheid. En ik heb respect voor de offers die het volk heeft gebracht en nog steeds brengt. Maar voorzitter, ik heb ook veel respect voor diegenen die bijdragen aan een gezond Suriname. Een diepe buiging daarvoor. Voorzitter, zoals ik in mijn eerste jaarrede al zei, we hebben de uitdaging niet op ons genomen omdat het makkelijk is. Nee, maar omdat de loop van de geschiedenis deze verantwoordelijkheid op onze schouders heeft gelegd. Een taak die wij vastberaden en met succes gaan afronden. De voorzitter, en waar gaan we naartoe, geachte leden van uw geachte college? Het is onze overtuiging dat we op weg zijn naar een betere
en duurzame toekomst. En het merendeel van de experts uit binnen en buitenland ondersteunen ons daarin. Linksom, voorzitter, of rechtsom, wij gaan weer groeien. Als we de handen ineens slaan, dan zal de koopkracht zich stabiliseren en kunnen we weer goed groeien. Gaan we op korte termijn terug naar de koopkracht uit de goede tijden? Nee, voorzitter, laten we wel met onze beide benen op de grond blijven. Stabiliseren, er weer uit klimmen en meer ademruimte voor de burgers creëren is nu onze hoogste prioriteit.